Heeft u een baan? Ja. Werkt u graag? Dus heeft u plezier in uw werk? Ja. Zou u stoppen met werken? Nee. Italiaanse vlag, Engelse vlag, Nederlandse vlag, Duitse vlag, Franse vlag, Amerikaanse, Europese en Belgische. Basisinkomen om armoede uit te bannen en geen WW of AOW meer. Dit is het onderwerp van een referendum in Zwitserland. Om 2000 euro zou het dan gaan. Wie, wat, waar, Wendy is dan aan het uitzoeken. En gaan onze luisteraars met gratis geld nog aan het werk, Wendy, is de grote vraag. Ja, we krijgen heel veel verschillende reacties. Sommigen zouden stoppen met werken, maar allemaal gaan ze dan wel uiteindelijk iets leuks doen. Iets zinnigs. Maar ja, de grote vraag is natuurlijk, gaat dit ook in Nederland werken? Ja, er zijn zoveel mensen die paraat moeten zijn voor sollicitaties of voor werk. Men zou eigenlijk nou eindelijk eens in moeten zien, zowel Rutte als Samson. Ik ben wel blij dat ik gewoon doorzet. Want ik ben nu eigenlijk vlakbij de Belgische grens. Tineke en Johan, bedankt voor de handtekening die jullie net gezet hebben. Hier op de Leenderheide. Hele mooie vlinder hier. Even heel grof gepixeld. Ja, ik maak ze dus al 18 jaar, die hangende beelden. Een vaste vorm, ja wel een vaste vorm, maar niet een vaststaande beweging. Het is eigenlijk meer een moment uit een beweging. Je bent een harde werker, hè? Ja. En wat drijft je om dat te doen? Ja, ik kan het niet laten. Ik ben altijd mee bezig. Ja. Ja, oom Karel en tante Ank hebben ook de petitie getekend. Daar ben ik heel blij om. Waarom eigenlijk? Nou, ik had het eigenlijk niet verwacht. Ik had eigenlijk niet verwacht dat vooral oom Karel voor een basisinkomen zou zijn. Omdat hij heeft ook altijd gevochten voor zijn geld en heeft aardig geboerd. Nee, hij is zelfs heel erg overtuigd. Ja, mensen hebben ook weer een waardig bestaan. Waardoor ze zich ook wat prettiger gaan voelen en gewoon meer zullen ondernemen. Zijn op naakt. Dat zijn letters van de postbank toen die ermee ophield. En daar zit ik meestal om die beelden te boetseren. Oh ja, dat is het. Ja. Ze zijn nog netjes. Ja. Ik heb nog geen last van mijn handen. Ik zal het even afkloppen, want er gaan veel beeldhouwers op stuk, hè? Kneden, ja. Maar zolang alles, zolang ik het allemaal nog leuk vind, blijf ik het gewoon doen. Nou, dankjewel. Jij ook bedankt. Deze commissie, ze zijn zeer gekt. Hè? Ja. Ja, het is neoliberaal. Hè? Dus, Dan kunnen ze
voorzieningen van een baan zoeken, kinderen onderhouden, eten, alles. Ja, dan val je juist in het verkeerde pad, val je dan juist in. Ja, als precies, je niet die basis hebt terugvallen, dan val je juist in het verkeerde pad. Ik heb geld, maar dan krijg je het niet. Wat ga je dan doen? Ja, dan ga je wel op andere manieren verkrijgen natuurlijk. Dat doen wat nodig is om te overleven, dat is verkeerd. Ja, je wil juist gewoon, dus vang je gewoon civilisation, moet je juist een beetje wel een paar soort basis hebben voor jezelf. Proeven zijn echt zeer positief. Mensen gaan echt hun leven beteren. Die gaan investeren. Ja, het geld wordt geïnvesteerd in studie, in kinderen, in een eigen zaak. Moet bewegen.